Goedendag. Het ziet er voorlopig wisselend uit, maar het is warmer dan de afgelopen dagen. In ieder geval vandaag en van het weekend. Een zwakke storing ligt vandaag nog boven ons land met overwegend veel bewolking en lokaal wat lichtregen of motregen. Die storing trekt geleidelijk aan weg en we krijgen een rustige avond en nacht. Maar van het weekend dan trekt een storing voorbij met een aantal buien. Maar er zijn ook mooie momenten met de zon erbij. Vanmiddag krijgt op steeds meer plaatsen de zon de ruimte. En dat bij temperaturen van zo'n 20 graden in het noordwesten tot zo'n 23 in het zuidoosten van het land. Zeer lokaal is een enkele bui mogelijk, maar vanavond blijft het overal droog. Kunnen we de zon zien ondergaan bij temperaturen van zo'n 17 tot 20 graden. Het is heerlijk weer voor een terrasje. Morgen begint met veel zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit zuidwesten uit toe. En in de namiddag en avond volgen een paar regen- en onweersbuien. In het noordoosten van het land blijft het waarschijnlijk lange tijd droog. De buien die komen dus rond het avontuur binnen. Dus of de barbecue aan kan morgen in de middag, dat is nog de vraag. Hou de regenradar in de gaten daarvoor. Op zondag opnieuw wisselvallig weer. Met vooral landinwaarts verspreid een aantal buien bij temperaturen van 20 tot 22 graden. En na het weekend blijft het wisselvallig zomerweer. Ik wens u een fijne dag.